Beachvolleybal in Harderwijk. Wat gebeurt hier? De mannen van het beachvolleybalteam Nederland die zijn hier momenteel een training aan het doen. En dat doen ze omdat ze dus toenadering zoeken naar de verenigingen. Die in Nederland heel veel jeugd aan het volleyballen heeft. Dus zeker ook in deze tijd van corona. Heel veel jeugd buiten aan het volleyballen. Dus heel belangrijk. De jeugd die komt hier straks ook naartoe. Die krijgen een clinic van deze heren. En voorafgaand aan die clinic zijn de heren hier aan het trainen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie heb ik voor mijn camera? Christian Varenhorst. Jij bent een volleyballer, een beachvolleyballer in hart en nieren. Ja, beachvolleyballer bij Beach Team Nederland, Team NL sporten. En we zijn hier met de hele ploeg om te trainen vanmiddag in Harderwijk. En aansluitend twee clinics te geven. Vervolgens gaan we op weg naar Nunspeet en Zeewolde om ook daar samen met z'n allen clinics te gaan geven. Belangrijk hè, dat jullie je laten zien hè? Dat zeker, ja. Wij willen heel graag volleybaljeugd inspireren. Ik heb zelf in het verleden kliniek gehad van Rijn en Numedor. Vond ik ontzettend, ik vond het echt geweldig. En ook zeker in deze tijden met de corona, je ziet toch dat de sportieve mensen daar weerbaarder tegen zijn. Dus om dat eventueel bij jonge kinderen of jonge mensen alvast erin te krijgen, dat sportieve het nieuwe normaal wordt, zeg maar. Ja, daar hopen wij in te kunnen helpen. Nou, hartstikke gaaf. Hey, succes ja. Met je volleybalsport, met de beachvolleybal. Olympische sport natuurlijk ook ja. Belangrijk. Volgend jaar weer. Zijn er nog dromen? Ja, volgend jaar goud. Ja. Ik hoorde er net een atleet zeggen, ik ga straks voor goud. Nou, jullie over 8 jaar? Ja, dat kan niet. Oké, doen we. Waarom is beachvolleybal zo leuk? Nou, omdat volleyballen eigenlijk ook leuk is. En beachen is gewoon lekker buiten, lekker frisse lucht. Wel warm en zwaar, maar toch echt gewoon heel leuk. Nou, hartstikke gaaf. En jij vindt het ook geweldig? Ja, ik vind het heel erg leuk. Ja, een beetje chillen, hè? Ja. Nou, succes, meiden. Competition behind. Been dreaming about this all my life. It's time, finally pulling it through. For all the time starting anew. It's time to start waking up true. And we were. Instead, and it's time. This is for the glory.